Bij ons aangeschoven aan tafel Debbie de Klerk. En Debbie de Klerk is van de Rotary Tiel Waalstreek. Jazeker. En jij komt ons wat vertellen over een benefietconcert wat jullie gaan organiseren. In Buren, in de Sint-Lambertuskerk. Op 19 maart. Op 19 maart. Ja. En daar wil jij even gaan vertellen over wat er allemaal gaat gebeuren en welke geweldige gasten daar gaan optreden. Jazeker, ja. Nou, 19 maart in een beeldschone kerk, maar dat weet iedereen wel die hier in de omgeving woont. Ja. Wij kiezen elk jaar, we organiseren het overigens voor de 26e keer al, dit benefietconcert. En dit jaar hebben wij de twee goede doelen gekozen, Toon Hermanshuis en Stichting Leergeld. En degene die komt optreden is een van Nederlands meest bekende jazzzangeressen, Denise Jenna. En nou is dat dus georganiseerd door jullie, de Rotary Tiel Waalstreek. Dat is een onderdeel van de Rotary Club Tiel. Nou, niet helemaal. Binnen Rotary Land heet dat, Rotary Tiel is onze moederclub. Zo heet dat. Dus jullie zijn een soort van dochter. Ja, zo zou ik misschien kunnen zeggen. Oké. En jullie hebben dat dus bedacht voor de 26e keer. Ja, de allereerste keer is volgens mij de reden geweest, de kinderen uit het Oostblok, om die hier vakantie te laten vieren. Ja, want er zit gekoppeld aan dat leuke concert, mooi concert, mooie artiesten, zit een goed doel gekoppeld. Ja. En dat is Stichting Leergeld. En dit dat jaar. Is Stichting 2 Stromenland. Stichting Leergeld voor de West-Betuwe en 2 Stromenland. Want ook dat is in Nederland, het is een Nederlandse organisatie. Althans, door heel Nederland heen kan je het vinden. En, maar dit betreft West-Betuwe en 2 Stromenland. Ja. En het Toon Hermanshuis. En het Toon Hermanshuis in Tiel, wat natuurlijk ook een regionale functie heeft. Ja, dat is voor West-Betuwe en West-Maas en Waal aan de overkant. Ja, ja, precies. Klopt helemaal. Maar dat concert, daar wil je ons graag vertellen over welke artiesten daar optreden. Ja. Want het is wel eigenlijk heel bijzonder, toch? Absoluut. We hebben jarenlang klassieke concerten gegeven. Vorig jaar was Harry Saxioni er. Was ook een enorm groot succes. Ja. En dit jaar hebben we een ander tintje en hebben we echt een jazz-thema. Een jazz-tintje heb je. Een jazz-tintje, want naast Denise Jenna, die de jazz-kenners onder ons allemaal wel kennen, hebben we ook de aanstormende muziekgroep Fuse weten te strikken. Fuse heeft behoorlijk wat bekendheid, hè? Inmiddels wel. Begint te komen. Ja. Ze zijn al een paar maal bij Podium Witteman geweest. Bij De Wereld Draait Door. Ze hebben bij De Sil opgetreden. Bij het Grachtenconcert. Nou ja, noem het maar op. Maar ze zijn erg leuk en heel divers. En ook één onderdeel van hun is ook weer jazz. Maar de verkoop van de kaarten voor het concert, daar steun je natuurlijk het goede doel mee. Ja, zeker. En één doel is Stichting Leergeld. Ja. En daar wil je even wat over vertellen. Ook. Stichting Leergeld. Want dat is natuurlijk wel iets heel moois. Want ja. Stichting Leergeld is eigenlijk voor de allerarmsten onder ons, de kinderen. Wat kan ik daar nou als voorbeeld geven? Het zijn leergerelateerde zaken. Onder andere, ja. Je moet je er bijvoorbeeld stel je ter voorstellen, beschikking voor kinderen die het niet zo breed hebben. Ja, voor de allerarmsten onder ons. En dan kan je aan iets heel simpels denken. Een fiets, om alleen maar naar school te komen. Ja. Want anders kan het kind niet naar school. Hoe eenvoudig kan dat zijn? Hoe eenvoudig kan dat zijn? Ja. Ja. Of een computer. Ja. Of een tweedehands computer. Kunnen leerlingen ook niet meer kunnen zonder ze niet meer zonder. Nee. Maar als je dat niet kan betalen als ouder, dan heb je echt een probleem. Als kind. En dan kan je niet mee met de rest van de klas. Ja, maar Stichting Leergeld is natuurlijk een landelijke organisatie. Hè? Ja. En jullie gaan echt regionaal. Voor dit gebied. Ja. Gebied West-Betuwe. Betuwe en West. En natuurlijk West-Maas en Waal. Nee, 2 Stromenland. 2 Stromenland. Ja. Oké. Okay. 2 Stromenland. Ja. Ja. En als je nou interesse zou hebben om naar het concert te komen. Dat kan zijn omdat je de muziek leuk vindt. Of dat je wellicht jazzliefhebber bent. Jazzliefhebber. Ja. Of dat je heel graag deze twee doelen zou willen ondersteunen. Mm-hmm. Dan staat alle informatie over het concert
en de sponsorpakketten staat op www.concertburen.nl. En het concert wordt gegeven in de Sint-Lambertuskerk in Buren. Praten over muziek is leuk, maar kijken en luisteren is nog leuker. Dit is voor de misfits die je her en der ziet staan. Die onder lantaarnpalen eten en drinken bij de volle maan. Dit is voor degenen die je overal herkent. Het leven is voor jou en mij, want dit is ons moment. En ik hef het glas op jouw gezondheid, want jij staat niet alleen. Iedereen is van de wereld en de wereld is voor iedereen. Iedereen is van de wereld en de wereld is voor iedereen. Dit is voor degene die passie heeft en die voor passie gaat. In het donker kan ik jou niet zien, maar ik weet dat jij daar staat. Dus ik hef het glas op jouw gezondheid, want jij bent niet alleen. Ja, Debbie, wat een geweldige artiest, hè, de Denise. Absoluut, we zijn ook heel blij dat we haar hebben kunnen contracteren. Ja. Ja. En je hebt nog een leuke afterparty. Absoluut, zeker niet te missen. Dat is altijd ook een highlight van de avond. Ja. En ik zou toch nog een keer hierbij ook willen oproepen voor alle sponsoren die we nog steeds ook hard kunnen gebruiken om het zo'n groot mogelijk succes te laten zijn. Ja, die sponsoren die kunnen zich melden bij jou of wat kunnen die kaarten kopen? Op de site www.concertburen.nl. www.concertburen.nl, ja. Daar staan de diverse sponsorpakketten genoemd. Ja. Daar staan ook telefoonnummers en e-mailadressen genoemd voor meer informatie. Het kan zo zijn dat je zelf komt. Het kan ook zijn dat je... Want daar zijn ook de kaarten los te koop, toch? In principe zijn de sponsorpakketten, staan er vijf zeg ik even uit mijn hoofd. Ja. Voor ieder wat wilt. Waar bestaan de pakketten uit, die sponsorpakketten? Kaarten en naamsbekendheid, diversiteit daarin en de grootte van de pakketten en de mogelijkheden. Ja, het dat kan zou zelfs... natuurlijk wel heel geweldig zijn dat het uitverkocht wordt. Want het zijn natuurlijk Absoluut. Prachtige goede doelen die je daarmee wil steunen. Ja. Nou Debbie, dank je wel en ik wens je heel veel succes en ik kom zeker kijken. Dank je wel. Zo heren, daar zitten we weer. Mijn twee kritische vrienden mogen weer losbranden over de winkelconcentratie in Tiel. Nou, niet in Tiel hoop ik in alleen. In de regio. Maar ook in de regio, want daar valt van alles over te vertellen. Nou, brand los. Nou, waar wil je het over hebben? Ik kan het dan hebben over de winkels in de wat kleinere kernen. Dan praat ik dan voor de gemeente Neder-Betuwe, maar ook voor de streekfunctie die Tiel zou moeten hebben als winkelhart. Wat Tiel dus niet heeft. Naar mijn beleving. Als ik gewoon om me heen kijk, dat de meeste mensen uit onze gemeente gaan winkelen in Veenendaal. Ja. En dat komt met name omdat Veenendaal experimenteert nu met parkeertarieven. Daar worden op een gegeven moment parkeergarages gratis beschikbaar gesteld. En dan zie je mensen toch massaal naar Veenendaal vertrekken. Ik hoorde het vallen vanmorgen nog. Fink, laat het te Mahina, die ken jij hè? Ja. Gaat naar Veenendaal om daar gekruide vis, gekruide kibbeling te kopen. Ja, nou kijk, dan... Ja. En die gekruide kibbeling die zou in Tiel gekocht moeten worden, toch? Nou, die wordt ook wel in Tiel verkocht. Alleen ik denk dat vooral Fik en Helen, ik ken ze dus allebei heel goed, die gaan naar Veenendaal boodschappen doen en eten daar dan gekruide vis. Maar die gaat echt niet speciaal alleen voor de vis naar Veenendaal. Ik heb het vanmorgen uit eerste mond van Fik. Ja, maar is dat dan een dingetje omdat ze daar die vis gaan kopen? Of gaat het dan nee, over wat Tiel niet zaken. Zou hebben voor...
Veenendaal heeft natuurlijk een uitgebreid winkelhart en natuurlijk voorzieningen, parkeervoorzieningen die op een bepaalde moment, met name zaterdag, gratis zijn. Ja. Ja. En dan als de keuze gemaakt wordt, kijk, als je in Tiel woont, prima, dan ga je waarschijnlijk naar Tiel. Ja. Maar als je uit Neder-Betuwe komt, heb je de keuze of we gaan naar Arnhem of we gaan naar Veenendaal. Ja, en dat, Arnhem, Nijmegen. Ja, dus, ja. Maar Tiel, uiteindelijk Veenendaal. Heeft Tiel natuurlijk ook vrije zaterdag, maar heeft, vrije heeft lang, parkeerdagen. Heeft lang niet zulke, maar dat is het nadeel van Tiel. Ja. Door de grote leegstand, wat je eigenlijk in heel veel plaatsen tegenkomt. Maar Tiel heeft dus een veel kleiner winkelaanbod. Je hebt hier misschien 30 kledingzaken, maar geen één echt merk. Dat nou, vind ik. Als vervent shopster vind ik Tiel toch best aardig om leuk te shoppen. Ja, ik ben geen shopper, dus... dus wat eigenlijk betreft, kunnen jullie helemaal niet praten over dit onderwerp. Nee, maar wij moeten kijken hoe wij aangekleed zijn. Dus wat dat betreft... Ja, daar hebben we vrouwen voor. Ja. Ja. Maar ik vind Tiel als winkelstad niet compleet. Niet compleet? Nee. Vroeger had je hier een V&D. Ja, helaas. Helaas is die natuurlijk maar nu ook dicht. CNA, noem al die dingen maar op, die hier allemaal geweest zijn. Nou is Chamin is toevallig weer terug. Ja. Maar is jaren weg geweest. Ja, maar moeten we niet allemaal eens wat positiever zijn over hoe leuk Tiel niet is? Ik denk het wel. Dit is niet negatief over Tiel in totaliteit. Nou. Wij zouden het puur over de winkelstand hebben. Mag ik dan iets positiefs zeggen over Tiel? Want ik bedoel, ja, ik kom van buiten, dus wat dat betreft kan ik dat dan mag doen. Mag jij dat doen? Het is wel zo dat Tiel, vind ik, enorm opgeknapt als je het dan hebt over terrassen en dergelijke. Dus als je dus in de zomer... Over het plein. Het plein in Tiel is echt... Zeg van, hey, dat is, en dat trekt natuurlijk ook mensen. Dus, en als er wat activiteiten worden georganiseerd op het gebied van muziek en dergelijke... Ja, dan kan Tiel toch een trekker worden voor de regio. Ik vind dat Tiel wat dat betreft enorm veel doet op het gebied van cultuur. Ik vind alleen het... En dat is die winkelstand. Als ik door de Waterstraat loop, dan zie ik om de andere winkelbeetje zo'n beetje een lege winkel. En dan denk ik van, moet dat nou? We hebben het daar in dit programmaatje al eens eerder over gehad. Dat we zeggen van, kan de gemeente daar niets aan doen door bijvoorbeeld die huren te veranderen? Ja, dat zou heel moeilijk zijn. Het is geen rol voor de gemeente. Dit is iets van de ondernemers en ook van de mensen die gaan kopen. Want wij merken het in Neder-Betuwe. In de kleine kernen trekken de winkels weg. En die mensen kom je dan tegen in Opheusden, waar wel een goede winkelstand is. Ja. In de wat grotere kernen. En dus de mensen gaan, als de mensen niet gaan kopen, ja, dan hebben de winkeliers niks te verteren. En toch dus... volgens de cijfers heeft Tiel niet zo heel veel leegstand. Dus al met al, ik raad iedereen aan lekker te gaan winkelen in Tiel. En dat we het gezellig hebben met z'n allen in Tiel. En ik dank jullie voor deze, nou toch wel tikkeltje kritische noot. Dat zijn mooie woorden. Dank je wel. Daar ga je mee doen.